vers gras. En een goede sfeer zoals altijd. Twee thuiswedstrijden achter elkaar voor de FC Utrecht. Dat vinden deze mensen heerlijk. Zo'n laatste dag van de schoolvakantie. Samuelsen op links. Boudinier Promes. Reuselen. Goede voorchecking op het middenveld. Een druk bezet middenveld van FC Utrecht. Maar Samuelsen is er nu toch van ze af. Hier is Schot. Daar gaat hij. Maar hij krijgt hem niet voor. Groot. Dit is een mooie bal, zeg. Dikke kans die nog niet voorbij is. Jensen heeft hem. Dat was een mooie aanval van VVV. Susic stond aan het eind daarvan. Het was gewoon een open kans voor de Venlonaren. Dankzij toch deze Grot. Boussaïd duikt een gat in. Daarvoor ruimte. Subtiel balletje van Kerk op Gustafsson. Oenerstaal niet voor het eerst. Heel belangrijk voor VVV. En de FC Utrecht blijft aan de bal. Emanuelsson. Nu kan hij schieten. Nee, dat kan hij niet. Gaat een doodlopende weg in. En zorgt er wel voor dat er geen counter kan komen. Bouara. Gavori. Rust bij Roeljans. Boussaïd, Grot. Susic niet. Boussaïd herstelt het zelf. Kleiber. Van de streek, niet buitenspel. Dit is de eerste echte kans voor FC Utrecht in de wedstrijd. 16e minuut. Wie anders dan Sander van de Streek. Eindelijk ging er eens een balletje over de laatste lijn van VVV heen. Maar eindelijk liep er ook eens iemand in de ruimte. Kerk. Los van zijn man. Kleiber aangesloten. Balletjes weer subtiel. Gustafsson. Zo! Wat een voetballer is het dan toch. Simon Gustafsson. Tweede kans voor FC Utrecht in korte tijd. Willem Jansen. Gavori. Bouara. Bergström. Kijk links. Brengt. Kleiber. Boussaïd. Gustafsson. Gavori. Gaat het proberen. Gaat het proberen. Dat is mooi, zeg. Wat een goal van Nicolas Gavori. 1-0 FC Utrecht. In de 23e minuut. En dan is hij toch verslagen, Lars Oenerstal. In de 23e minuut. Een fenomenale pegel van de 23-jarige Fransman Nicolas Gavori. Zo. Boussaïd. Kleiber. Een poortje. Boussaïd. Nog eens proberen. Geeft niet op. Moet nu laten lopen. En daar is Emanuelsson. Gustafsson. Oei, schrikt. Maar komt er goed uit. Nou, nog eens. Rien ne va plus deze keer. Reuseler kiest de moeilijke route. Chris Koem. Snelheid. Bij Samuelsen. Oeh, was net weggelopen Rutte. Maar hij staat dus daar nog. Slordig van FC Utrecht. Rutte, klaarleggen. Susic. Kans voor VVV, zeg. Met iets meer scherpte bij de Bosnier staat het hier gewoon 1-1 door een slordigheidje. Achterin, tot twee keer toe, eigenlijk Emanuelsen. Gustafsson. Kerk, weer net niet. Kleiber. Kleiber schiet op goal, aangeraakt, hoekschop. Nee, ik dacht dat hij werd aangeraakt, kennelijk niet.
Roeljans. Hoesaïd. Slim gedaan weer. Emmanuelsson. Gustafsson. Hoesaïd. Kleiber. Hoesaïd. Hoek in. Oh, subdiel. Kleiber. Blijft binnen. Nou, wie wil hem? Hij. Kijk. Nee, Oenerstaal weer. Weer Oenerstaal. De man met de meeste reddingen in de Eredivisie. Hij krijgt natuurlijk ook de meeste schoten op zich af. Maar hij staat zo vaak goed. Hij is de basis van VVV. Het is J. Roy Grot geworden die aan de kant wordt gehouden. Dat betekent dat VVV opportunistischer zal willen gaan spelen. Een Poku grote rol in het VVV van de voorgaande jaren, Jonathan Opoku. En dan mag ook Samuelsson zijn positie vrij invullen. Opoku gelijk al na zijn wissel. Ja, hij vindt Seuntjes ook gelijk, alleen die vindt nog niet de goal. Susic. Ja, als VVV zo begint, dan kan het nog wel wat worden natuurlijk. Opoku bijna hier. Post kan net niet lekker uithalen. Penalty! Overtreding op Seuntjes. Wat een begin van de tweede helft voor VVV zeg. Bij Utrecht zeggen ze, Danny Makkely, je hebt niet goed gezien. Hij heeft hem in ieder geval gegeven. 10-0 Susic. 1-1. Wat een begin van de tweede helft. Gaboury, twee man bij hem. Toch de voorzet en hij moet lossen. Zeldzaam momentje hoor, voor Lars Oenerstaal. Dus twee man te vlug af, Nicolas Gaboury. En dit is uiteindelijk ook weer een redding erbij. Gustafsson, Gaboury. Dat was van de streek. Hier is Emmanuelsson. Hier is Kleiber, kan schieten, gaat schieten, schiet over. Gustafsson naar de kant, Makinok erin. Hoor, en dan weten ze in de Galgenwaard, dat wordt knokken. Deze 1-2 ging even niet door. Maar Utrecht wel feller na die twee wissels. Die dus de wekker hebben doen laten afgaan bij de anderen. Timo Letschert, Jansen, Boussaïd. Gooit hem erover naar Makinok. Ja, beuken gelijk, aan de bal blijven. Makinok, oh wat een streek! De wissels sorteren direct effect. Makinok erbij, is een aanspeelpunt erbij en hij gaf nu ook een hele goede voorzet aan Sander van der Streek. Chris Koen komt ver. Nou, Opoku en een kans! Hoe kan dit dan toch gebeuren bij Utrecht achterin? Iedereen helemaal verrast. En Letschert, die doet dat toch niet goed. Post. Letschert post. Opoku. Van de streek. Guara. Keeltje, kom maar. Wil het streek. Wat is dat? Aan de kant. Wat is er binnen? Letschert, ruimte. Guara. In de eerste helft van die rustjes tot de achterlijn. Doet hij het nu weer? Ja, hij gaat het proberen. Guara. Husseler, Rutte, Gaboury, Makinok. Makinok! Kansloos is Promes dan, hè? In die luchtduels. Willem Jans. Oh. Probeerde Kleiber te bereiken, lukt niet.
Oye ook slordig. Boussaïd. Rechts is Kleiber. Ja, no look. Kleiber. Oh, wat een streep. En wat een redding weer van Oenestel. Maak hij nog naar de grond. Niks aan de hand. Van Ooyen is er door. Van Ooyen is er door. Kan op de goal af. Nee, zet Opoku vrij voor die goal. Opoku! Dit was de kans voor VVV om de wedstrijd nog te winnen ook. Een gouden kans op de 2-1. Dessers, Kleiber. Makinok. Nee, Post weer. Van de streep. Makinok nu. Nee, Boussaïd. Het zal toch niet? Nee. Reuzeler gooit zich ervoor. Het is een beetje met de moed der wanhoop. Als je Jean-Paul de Jong zo zag. Susic. Vrijheid bij Van Ooyen. Van Ooyen. Moet terug. Oh, wat een beweging. Opoku, Opoku. Seuntjes in de handen van Jensen. Wat een schitterende aanval nog van VVV. Met name dat balletje van Ooyen. Dat VVV nog een laatste keer in scoringspositie brengt. Kijk dit. VVV pakt een punt in de Galgenwaard. Tot frustratie van de supporters, de spelers en de staf van FC Utrecht. Die de eerste helft de wedstrijd volledig in handen hadden. 1-1.